gaan vandaag kijken naar reactiewarmte en naar vormingswarmte. En we gaan eerst even een stap terug nemen, want deze twee energiediagrammen, die ken je waarschijnlijk nog. Ja, we hebben hier een energiediagram waarin op de y-as zie ik de hoeveelheid energie van de beginstoffen en de producten. En je ziet hier dat er zit meer energie in de producten dan in de beginstoffen. Er is dus energie ingegaan, dus de hoeveelheid energie die is toegenomen. En die is natuurlijk uit de buitenkant, uit de omgeving gekomen. Dan heb ik dus een delta E, een verschil in energieniveau, producten min beginstoffen. Die is groter dan 0. En dat noemen we een endotherme reactie, die kost energie. En hieronder zie je een energiediagram die je bekend voorkomt, waarin de beginstoffen meer energie hebben dan de producten. Die energie komt uit de reactie. Ja, dus de hoeveelheid energie die je overhoudt hier is kleiner dan waarmee je begon. En dat is een exotherme reactie. Nou, die reactieenergie, die delta E, die is heel vaak is dat warmte. En dus spreken we heel vaak in plaats van reactieenergie, spreken we ook over reactiewarmte. En die reactiewarmte, die willen we nu, in plaats van dat we dit soort diagrammen maken zonder getallen, willen we daar diagrammen met getallen gaan maken. We willen dat kwantificeren, we willen kunnen uitrekenen hoeveel energie er vrijkomt bij bepaalde reacties. Nou, als eerste heb ik een vrij eenvoudige reactie gekozen. Koolstof en waterstofgas zorgt voor methaangas. Ja, en je ziet dat ik erbij heb gezet dat koolstof en waterstof zijn elementen. En dit is een verbinding, CH4. Dat was ook alweer een element. Een element is een stof die uit één soort atoom bestaat, die niet meer te splitsen is, die niet meer te ontleden is in afzonderlijke losse deeltjes. Ja, en hetzelfde voor het koolstof, ook niet meer verder te ontleden. Dus dit zijn elementen en hier heb ik een verbinding. Nou, dit kan ik in plaats van dat ik dat op deze manier weergeef, kan ik dat nou ook aangeven. Ja, op deze manier. Ik heb koolstof in vaste vorm en ik heb twee waterstof. En dan wil ik weten, wat is de vormingswarmte? De vormingswarmte van dat CH4. Dat kan ik opzoeken in mijn BINAS. BINAS 57A of B. In BINAS 57A staan de anorganische stoffen en in BINAS 57B staan de organische stoffen. CH4 is een organische stof, die kan je daar dus opzoeken. Ja, als je het niet weet dat het een organische is, dan zoek je in de een of de beide en zie je dat die koolwaterstoffen vaak in de B-tabel staan. Nou, daar staat een vormingswarmte bij van min 0,75 maal 10 tot 5 joule per mol. Je ziet hier die tabel staan en je ziet bovenin die tabel, zie je dus die eenheid staan. 10 tot de vijfde joule per mol. Dus ik weet, hier zo bij mijn, op mijn y-as heb ik ook de hoeveelheid energie maal 10 tot de vijfde joule per mol. Ja, dat is mijn eenheid. Ik weet dat dat min is, dus ik moet naar beneden. Ja, dus dat is de vormingswarmte. Nou, is per definitie, zijn die elementen, die hebben een vormingswarmte van 0. Die hebben op 0 gesteld, want die kunnen, die kunnen we niet uit andere stoffen, andere deeltjes maken. Dus de vormingswarmte van alle elementen, dus niet alleen van koolstof en van waterstof, maar van alle elementen is 0. Zuurstof, 0. Ja, zwavel, 0. Dus puur die elementen is de vormingswarmte 0. Dus ik hoef in dit geval hoef ik dus alleen maar deze op te zoeken, want deze twee andere zijn 0. Ja, dus de vormingswarmte is min 0,75 maal 10 tot de vijfde joule per mol. Ik kan dat ook, in plaats van dat ik dat in zo'n grafiekje doe, kan ik dat ook als berekening opschrijven. Ja, delta E, het verschil in energie, is de hoeveelheid energie in al mijn producten minus al mijn beginstoffen. En dat is dus, voor mijn producten is het min 0,75 min mijn beginstoffen is dus 0, allebei zijn die 0 en dan hou ik dit dus over. Die min, die zegt mij dat delta E is kleiner dan 0, dus ik heb hier te maken met een exotherme reactie. Er komt energie bij vrij. Hoeveel? Nou, 0,75 maal 10 tot 50 joule per mol gevormde CH4 of methaangas. Oké, de basis. Dan gaan we een stap verder. Dan gaan we dat methaan verbranden. Ja? Dus bereken de reactiewarmte voor een volledige verbranding van methaan. Dat zou zomaar een opdracht kunnen zijn die we moeten doen.
Nou, dan moeten we als eerste stap moeten we natuurlijk eerst de reactieformule opstellen. Die moeten we kloppend maken en dat is erg belangrijk hier. Ja, ik heb hier die 2 onderstreept. Waarom die 2 wel en die zuurstof niet? Daar kom ik zo op. Ja. Dan zoeken we de vormingswarmte op van al die verschillende stoffen. Ja, we zien hier dat CH4, ja, die hebben we net natuurlijk ook gezien, is een vormingswarmte van min 0,75. Wij hebben de vormingswarmte van zuurstof nodig. Ja. Hey, dat is een element, dus dat is 0. Daarom is die 2 ook niet zo belangrijk. We hebben de vormingswarmte van CO2 nodig, die heb ik opgezocht. En de vormingswarmte van water. Ja, en dat had eigenlijk in de beschrijving van die opdracht moeten staan dat vloeibaar water of gasvormig water gevormd werd. Maar hier is dat dus vloeibaar. Vloeibaar water wordt gevormd. Ja, je ziet dat gasvormig water een andere reactiewarmte heeft, een andere vormingswarmte. Ja, dus let op die fase van water. 2 keer, want ik heb 2 mol per mol van dat methaan wat ik hier verbrand, ontstaat er 2 mol aan water. Dus goed opletten. Dus 2 keer min 2,86 is min 5,72. Nou, dat kan ik op die 2 manieren kan ik dat laten zien. En ik laat hier allebei zien. Dus de verschillende energie. Ja, dat is dus de reactiewarmte. De hoeveelheid energie in mijn producten. Ja. Min in de energie in mijn beginstoffen. Nou, de hoeveelheid energie in mijn producten, dat is dus water. En dat is CO2 bij elkaar opgeteld. Min 5,72 plus min 3,95. Minus de hoeveelheid in mijn beginstoffen. En dan telt natuurlijk dat zuurstof niet mee, want dat is een element. Dus ik hou alleen maar methaan over. Min 0,75. Ja, pas op met al die minnen, hè? Want dat is echt hier een ding. Dat je die minnen goed in de gaten houdt. Dus daarom teken ik mijn haakjes ook. Dit komt neer binnen mijn haakje. Ja, mijn producten komen hier op min 0,9655. Daar moet ik 0,75 bij optellen. Dan hou ik dus min 8,91 maal 10 tot de 5e joule per mol weer over. Ja. Negatief, exotherm dus. Dus deze hoeveelheid energie komt vrij, ja, als ik 1 mol aan CH4 ga verbranden. Dat kan ik ook weer geven natuurlijk. In een reactieschema. Ja, je ziet dat hier weer staan. Nu is die iets complexer. Ja, want ik begin hier natuurlijk niet zoals in de vorige begon ik met alleen maar elementen. Maar nu heb ik een verbinding en een element. En wat, hè, dan zie je hier CH4 en zuurstof. Wat gebeurt er hierboven? Nou, hier maak ik hier eerst elementen van. Dan kan ik dus, hè, dan kan ik dus de ontledingswarmte gebruiken van CH4. Want dat is het omgekeerde van de vormingswarmte. Dus de ontledingswarmte van CH4 en zuurstof tot C-atomen H2 en moleculen. Die stap die kost mij 0,75 en dan kan ik vandaar helemaal naar beneden naar CO2 en H2O. Dus eigenlijk heb ik hier uitgerekend met die delta E, die vormingswarmte, wil ik weten hoe groot is deze pijl. Ja, en als je dat zo grafisch weergeeft, dan zie je, denk ik, hoop ik vanzelf wel, dat het verschil tussen die min 9,655 en die plus 0,75, dat het iets anders is dan dat je hier met die minnen de boot in gaat. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk wordt op deze manier. Ja, ik vind het zelf heel fijn om die 2 systemen samen te gebruiken, helemaal in het begin, zodat ik kan zien, klopt mijn berekening en maak ik geen schoonheidsfoutjes met mijn minnen en mijn plussen. Ja. Ik heb nog een huiswerkvraag voor je, ja, die zou je kunnen doen. En natuurlijk zijn de antwoorden, die staan weer beneden in de comments. Ja. Een checkvraag. Zink is te vormen uit zinksulfide of sfaleriet. De eerste deelreactie is dat sfaleriet reageert met zuurstof. Daarbij ontstaat zinkoxide en zwaveldioxide. Ik wil van je weten, wat is de reactiewarmte van deze eerste deelreactie en is die exo- of endotherm? Reken het zelf uit. Ja. Kijk beneden in de comments of het goed ging. En gaat het niet goed, dan laat het me weten. Ja, wie weet kan ik je helpen met een opmerking. Kijk een van mijn andere filmpjes als je dat nuttig vindt. Of subscribe. Heel veel succes.